vandaag de 203 medewerkers die bevorderd zullen worden in de naastvolgende rang. Van harte goedemorgen. Het is wederom een genoegen en een plezier om in de kazerne te zijn en de distinctieve op te spelden op uw schouders. Wel verdiend. U laat zien dat de crisis, de tegenslagen, u niet definieert. Niet bepaalt wie u bent en wie u wordt. U laat zien dat u veerkracht heeft. U laat zien dat u geen slachtoffer wordt van omstandigheden. Maar u laat zien dat u strijder bent. Dat u strijder blijft. Ja? En zal blijven strijden voor land en volk. Wat er ook gebeurt, dat u zal blijven strijden en uw plicht en verantwoordelijkheid, uw plicht vervullen en verantwoordelijkheid nemen om de Surinaamse samenleving, om Suriname te blijven beschermen en al degenen die hulp en ondersteuning nodig hebben, dat u dat blijft doen. En dat is ook het beleid van het ministerie van Defensie. We hebben maar één kerntaak en dat is dat we Suriname beschermen, het volk beschermen, de natuurlijke hulpbronnen beschermen en dat we ondersteuning blijven geven. En wij kunnen van het ministerie u de distinctieve opspelden, maar de mate waarin deze verantwoordelijkheden uitgevoerd worden, is afhankelijk van uw inzet. Uw inzet is bepalend. In de afgelopen periode heeft u zich bijzonder ingezet op alle vlakken en Defensie is niet weg te denken uit de Surinaamse samenleving. Van Nikeri tot Marowijne, van het binnenland tot in de kustvlakte. Overal bent u er. En zo moet het blijven. En nog met meer verve en meer passie en meer liefde. Want wij moeten beseffen met z'n allen dat we er zijn om te dienen. Om dienstbaar te zijn. We zijn er niet alleen voor onszelf. We zijn er voor het volk van Suriname. En dit besef moet versterkt worden. Niet alleen bij het ministerie van Defensie, maar dwars door die hele overheid. Het dienstverlenende, dat we dienaars zijn van het volk, dat moeten we gaan versterken. Wanneer het volk afhankelijk is, dan moeten we proberen met z'n allen de best mogelijke service te geven. Dan moeten we niet gaan kijken van, ja, ik ben hier en ik bepaal. We zien dat vaker bij de overheid. En wanneer mensen naar een loket gaan, dan zien ze een beetje dat twijfelachtige en het dralen en dan aan de telefoon nog een beetje. Nee, dat moet weg. Niet alleen bij Defensie. Het is er niet gelukkig bij Defensie. Veel, veel minder. Maar dwars door de overheid moet het ook. Dat dienstverlenende moeten we meer gaan promoten en mensen bewust maken het belang van een dienende samenleving, een dienende organisatie. Dames en heren, de toekomst. En waarom ik dit zeg? Omdat de bevelhebber net heeft aangegeven dat de uitdagingen elke dag op ons pad komen. Elke dag hebben we nieuwe uitdagingen. Nationaal, maar ook internationaal. Vrede, veiligheid is niet vanzelfsprekend. Het is niet vanzelfsprekend. We gaan er hard aan moeten werken om Suriname in elk geval vredig te houden, veilig te houden. Ja? Dat moeten we zeker doen. Want als we dat niet doen, als we vrede en veiligheid niet hebben, gaan we ook die vrijheid niet hebben. Want als het niet veilig is, als u niet veilig voelt, gaat u ook niet op straat, gaat u nergens. Bent u gevangenen in uw eigen land en gevangenen in uw eigen huis. En dat willen we niet met elkaar. Dus veiligheid, vrede zijn hele belangrijke aspecten in het leven, in de Surinaamse samenleving, om daaraan vast te houden. En wat dit betreft, u, zeg ik, het is een mooi beroep, militair zijn. Uniform dragen is een bijzonder beroep, is een bijzondere roeping. Het is niet zomaar, het is niet aan ieder gegeven om militair te worden. Het is een uitdaging, het is besef dat we ons leven kunnen geven
om dit land te blijven dienen. En dit doen we ook, de bevorderingen waar we vandaag invulling geven. En ik dacht dat het de vierde was dit jaar. Ja toch, onder de vierde bevordering dit jaar en waarschijnlijk ook de laatste voor dit jaar. Dat doen we eigenlijk ook met de nodige protocol en ceremonieën. Omdat dat heel belangrijk is voor het leger. Het weerspiegelt enerzijds de traditie van het leger. Dit hebben we zo gedaan en deze tradities willen we ook hoog in ons banier houden. Maar het weerspiegelt ook de cohesie binnen het leger. De eenheid binnen het leger. De kameraadschap binnen het leger. Dat we met elkaar als team optreden. En dat we onze collega's nooit en te nimmer in de steek laten. Maar het weerspiegelt ook de discipline binnen het leger. En de hiërarchie binnen het leger. Dat wanneer bevelen gegeven worden, dat het moet worden uitgevoerd. En dat we niet twijfelen daaraan. En daarom is ook het adagium van uitvoeren en dan beklagen. Het heeft te maken met de discipline. En discipline is bijzonder belangrijk in elk eens zijn leven, maar bijzonder voor een militair. Want zonder discipline, wanneer we regels maken en we ons niet houden aan de regels die wij zelf hebben gemaakt, dan krijg je chaos. En wij moeten vooral het voorbeeld geven en een inspiratie zijn. Niet alleen voor onze collega's hier in de kazerne, maar ook breed in die samenleving. Wij moeten laten zien dat we discipline hebben. Dat onze moraal hoog is. En dat onze motivatie niet te breken is. Dat we met z'n allen proberen te excelleren. En dat we elkaar ondersteunen. En dat is mijn boodschap vandaag. En een bijzonder boodschap vandaag aan de onderofficieren die bevorderd worden en de officieren die bevorderd worden vandaag. Er zijn 5 officieren die bevorderd worden en ik dacht 85 onderofficieren vandaag die bevorderd worden. Uw leiderschapstaak is cruciaal. U bent een voorbeeld. U bent de inspiratie. Soldaten kijken op naar u. En vooral de onderofficieren. U bent de schakel tussen manschappen en officieren. U geeft leiding aan de groepen. Daar is de expertise. Daar is de technische expertise in het leger. En bijzonder belangrijk. En ik weet dat hier en daar in het verleden opstoppingen hebben plaatsgevonden. Waardoor uw carrièregang en uw loopbaan in sommige opzichten is blijven steken, maar we zijn als ministerie en als leiding zijn we bezig inhaalslagen te maken. Inhaalslagen niet alleen in de bevorderingen, maar inhaalslagen in de opleidingen, zodat u de competenties heeft, de kennis, de vaardigheden en de attitude heeft om die functies te vervullen. Want we willen mensen niet bevorderen om zonder meer een functie te vervullen, want anders krijgen mensen problemen. Maar we zijn bezig met die inhaalslagen en we hopen door te gaan met dit beleid. Want hoe competenter u bent, hoe beter u uw werk zal kunnen verrichten en hoe beter de dienstverlening naar de samenleving zal zijn. Dames en heren, laten we met z'n allen proberen nog meer onze best te doen, nog meer onze eigen samenleving te blijven dienen. Dit land is van ons, van u, van mij, van iedereen hier. Laten we bijdragen aan een beter Suriname, aan een beter leger, aan een beter defensieorganisatie. Laten we excelleren in alles wat we doen en laten we een inspiratie zijn voor alle anderen in dit land. Laten we voortgaan om veiligheid te brengen. Laten we voortgaan om bescherming te bieden en laten we voortgaan om te blijven ondersteunen. Ik feliciteer elk een van u allen. Elk een. Wie u ook bent, waar u ook bent, in welke eenheid u bent. Mijn hartelijke felicitaties. En mijn felicitaties ook aan uw familieleden en uw dierbaren. Die hebben u ondersteund. Wanneer u op detachering bent, zijn ze er alleen. Maar ze klagen niet. Ze hebben u en ze blijven u. Ze hebben u ondersteund. Ze gaan u blijven ondersteunen. Laten we ook aandacht besteden aan hun.
Dus ook mijn felicitaties aan uw dierbaren en mijn dank aan u.